Al 2 weken is het onderweg langs de Nederlandse bisdommen. En vanochtend kwam het ook aan in Maastricht. Het kruis van de Wereldjongerendagen. De tocht van het kruis is bedoeld als voorbereiding op de eerstvolgende katholieke Wereldjongerendagen. Die zijn komend jaar in Portugal. Hoppa! Ja, mooi hè? Wereldjongerendag is iets waar om alle jongeren van overal ter wereld komen. Om bij elkaar te zijn. En onze heilige vader, Paus Franciscus. Maar ook eigenlijk om samen te komen om ons geloof te beleven. En te zingen, te bidden en catechese te ontvangen. Maar wel dat samen zijn is heel belangrijk voor alle jongeren. Bij elkaar te zien. Een van die jongeren is Paula Hendricks. Zij reisde een paar dagen met het kruis mee. Zaterdag zijn we dan in Venlo geweest. En daar hadden we een avond van barmhartigheid met een stukje aanbidding en zingen. En de bijzondere dingen is eigenlijk over het algemeen gewoon de ontmoetingen. Je ontmoet zoveel verschillende mensen en iedereen heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen passie waarmee hij over geloof vertelt wat het voor hem brengt. Of zijn onzekerheid dat hij het nog niet zo goed weet. En dat mag er ook zijn. En zo heb je hele mooie gesprekken. Ja. Zijn er nog genoeg christelijke jongeren voor deze evenementen te vinden? Nou, zeker op wereldwijd niveau. De Wereldjongerendagen is een heel groot katholiek evenement. Waar dus katholieke jongeren van over de hele wereld samenkomen. En met zoiets van, ja, we zijn een wereldkerk. Dat je dan soms in je eigen parochie een van de weinigen bent. Een van de weinige jonge mensen die nog met geloof bezig zijn. En dan met zoiets op een grotere schaal. Dat je dan opeens denkt van, wow, zoveel jonge mensen bij elkaar. Die allemaal hier zijn voor het geloof. En dat is zeker heel mooi. Ja. Voor het kruis op het Keizer Karelplein stond er vanochtend nog heel wat op het programma. Eigenlijk is het de hele dag dat het kruis zal hier op Keizer Karelplein staan. 'S ochtends en 's middags gaan we naar Onze Lieve Vrouwplein in processie met de kruis. En 's avonds in Onze Lieve Vrouw hebben we een avond van muziek en heel mooie muziek en gebed en en samen zijn met elkaar ook. Het grote samenzijn, de Wereldjongerendag in Lissabon, vindt komend jaar plaats vanaf 1 augustus.